Invitro Plants, dochteronderneming van staatsmijnbouwbedrijf Grasalco, zal niet afgestoten worden of afgesloten worden. Zo ontkracht Wesley Rozenhout, directeur Grasalco, de geruchten over een eventuele afstoting. Als Invitro Plants zal worden afgestoten, dan komt het van buitenuit, haalt Rozenhout aan. Volgens hem is Grasalco verplicht door te gaan met Invitro Plants vanwege de milieucertificering. Volgens Rozenhout hebben diverse multinationals activiteiten ontplooit in Suriname, maar geen van hun hebben een dergelijk beleid als Grasalco. Het kan zijn dat die plannen er bestaan, maar niet bij Grasalco. Daar komen ze van buiten. Grasalco is verplicht om dat te doen vanwege onze milieucertificering. En indien we Invitro Plants zouden afstoten, dan zijn we dan net als Suralco en die anderen. Kijk wat nu gebeurt met Suralco. Dat ze externe moeten huren om bomen te planten. En dan heb je alle problemen van die. Je hebt die bacteriën, je hebt een aantal condities waarin die bomen moeten groeien in een stukje grond. Waarbij je die OB-laag, het toplaag, dat is het meest vruchtbare laag waar die zaden zitten, eeuwenlang, heb weggehaald. En dan ga je nu op een heel ander type bodem moeten planten. Dan zijn er heel veel uitdagingen. En wij willen niet die uitdagingen moeten feesten. Dus vandaar dat we Grasalco als bedrijf Invitro Plant zeer zeker zullen behouden. Invitro Plants Grasalco NV is in 2017 begonnen als dochteronderneming van het staatsbedrijf NV Grasalco, waarbij de activa van de in problemen geraakte Figotech NV zijn overgenomen. Het bedrijf is in 2016 een strategisch, technologische en commerciële partnerschap aangegaan met het Franse Vitropic. De in Frankrijk gevestigde Vitropic is een wereldbekend laboratorium en is een dochteronderneming van CIRAD, het Franse landbouwonderzoekscentrum voor tropische gewassen. Volgens Rozenhout exporteert Invitro Plants nog naar de Europese markt en er wordt uitgekeken naar andere markten. Vanwege de nijpende financiële situatie bij het moederbedrijf is Invitro Plants niet bespaard gebleven. Volgens Rozenhout is het beleid nu ook gericht op de binnenlandse markt. We hebben niet echt veel kunnen doen vanwege het financieel probleem. Die nijpend is nog steeds bij Grasalco. Maar toch is het ons gelukt om die Europese markt te behouden. Waarom? Als je naar Europa exporteert en je ondanks die vele maatregelen die men daar hanteert om op die Europese markt te komen, kan blijven exporteren, dan kan je naar overal op aarde exporteren. Ja. Toch? We mikken nu op het Latijns-Amerikaans continent met bakoven planten, bananenplanten. Wat nu moet gebeuren is herstarten van die investeringsprogramma om beter uit te zetten. Het assortiment aan plantjes van Invitro Plants zijn sierplanten voor potplantentelers zoals aloe vera en ananas. Ook voedingsgewassen en planten voor herbegroeiing van verstoorde mijnbouwgebieden worden geproduceerd.